Het is heel belangrijk dat veteranen gewoon geëerd worden en dat wij ook begrijpen dat het heel luxe is wat wij hier hebben. Cool dat iedereen zo, zeg maar, soort van opstaat voor de veteranen en voor de militairen. Dat vind ik heel cool. Onze vrijheid is niet gratis. Want op dit moment beseffen we eens te meer dat er moedige mannen en vrouwen nodig zijn die beschermen wat ons dierbaar is. En vandaag op Veteranendag staan we daarbij stil. Vandaag eren we onze veteranen. Heel indrukwekkend, ook wel cool, al die militairen die hun deftige pakjes aan het marcheren zijn. Dus ik vind het heel mooi. Ik vind het wel bijzonder dat ik hierbij mag zijn. Dit is een heel bijzondere ceremonie. De vorige ceremonie met vaandels was voor mij iets van rond 9 jaar geleden. Ieder van u staat hier met een hoofd vol herinneringen en een hart vol gevoelens. Vonden jullie ervan? Jij bent een veteraan natuurlijk. Ja, vertel eens. Of je nou op het kantoor zit of weinig buiten het kamp komt, weet je, iedereen draagt zijn steentje bij. Wat vindt u ervan dat kinderen hiermee bezig zijn en hier zijn? Ik vind dat heel fijn, want het is ook voor de veteranen heel fijn, want dan zien ze dat jullie er ook in geïnteresseerd zijn. En ze hebben natuurlijk best spannende dingen meegemaakt, maar dan zien ze gewoon dat ze met z'n allen eigenlijk dankjewel zeggen. En dan is het eigenlijk wel heel belangrijk dat ook jullie, want ja, dit is jullie land dadelijk, dat jullie dat ook vinden. Dus ik denk dat dat heel bijzonder wordt gevonden. Nou, het is weer bijzonder en ik heb de hele tijd al een glimlach op mijn gezicht, dus mijn dag kan echt niet meer. Ja, dan in één keer voel je echt veteraan. Het begon al de ochtend al, dat ik dacht, ja, maar joh, ik heb ook die missies gedraaid. Ik heb daar ook gestaan. En dan zegt de koning alle veteranen bedankt. En dan denk ik, ja, graag gedaan. Ja, dus ja, echt heel bijzonder. Speciaal voor deze Veteranendag hebben kinderen van het V-team een vaandel gemaakt. Dat de kinderen daarmee bezig zijn. Wat is een veteraan? Wat doen ze? Ja, vind ik echt heel goed. Vind ik echt heel goed. En hebben Anne en Loes ook echt heel goed gedaan. Dankjewel. Heel bijzonder. Gefeliciteerd dat jullie het gevoel hebben. De terechte winnaars, denk ik. En ik hoop dat jullie ook wat leren van deze dag. En zien hoe bijzonder het is dat mensen die gewoon alles laten vallen en voor Nederland zich inzetten. En dit zijn hele bijzondere mensen allemaal. Super bijzonder. Ja, echt waar. Ja, wauw. Dit is echt wel heel mooi. Na vandaag besef ik me eigenlijk hoe belangrijk veteranen voor ons zijn geweest. In 1945 zijn er heel veel kinderen, hebben oorlog meegemaakt. Dat is natuurlijk heel heftig, nu ook in Oekraïne. Dus wij mogen echt van geluk spreken dat we in een vrij land leven. Ik vind het heel belangrijk dat er mensen zijn die dat voor hun werk willen doen. Het maakt niet uit of we gewonnen hebben of niet. Het is gewoon heel cool dat we hier gewoon staan met onze vaandel. Hey, even. Zet die maar eens even hier. Zo.